Al meer dan 30 jaar zorgen wij ervoor dat jongeren hun droom kunnen waarmaken op een veilige en professionele manier. Niet enkel persoonauto's, maar ook vrachtwagens zijn vaak betrokken bij verkeersongevallen. En daarom is het belangrijk om onze verkeerskennis up-to-date te houden. En dat doen we vandaag met jong en gemotiveerd publiek. Omdat vrachtwagenchauffeur een knelpuntberoep is, zet de transportsector extra in op degelijke opleidingen. En daarom zijn we vandaag hier. We volgen de leerlingen van het Atlas College in Genk in een opleiding tot vrachtwagenbestuurder. Naast traditionele vakken die iedere leerling in het secundair onderwijs krijgt, krijgen leerlingen hier enerzijds praktijkgerichte onderdelen van het beroep vrachtwagenchauffeur en theoretische vakken. De praktijkgerichte, dat is rijden op de openbare weg volgens de regels van de kunst en de nodige manoeuvres waarvan je er hier enkele een uitvoering ziet. We gaan de wagen evenwijdig tussen de keren zetten. Goed gedaan, meid. Prima gedaan. En dan hebben we het theoretische gedeelte, wat ook belangrijk is. En dat gaat naast wegcode, laden en lossen en die lading correct zekeren, ADR, regeltjes rond tachograaf en rij- en rusttijden en zelfs drie vreemde talen. En dan hebben we zo het voornaamste uit die opleiding gehad. En terug de rechter, terug komen kijken naar die tal. Wat vind je het mooie aan dit beroep? Ja, het is een uitdaging en het is iets groot, het is mooi en er komt veel bij kijken. Het rijden met de camion op de baan, dat geeft een vrij gevoel op de autosnelweg en zo. Dus dat is echt geweldig. Ik ben ermee opgegroeid, het zit in mijn bloed en ik doe het met heel veel plezier. De vrijheid vooral. Er zit niemand op je vingers te tikken. Ja, ik zie graag de wereld en rij graag rond. Het is eigenlijk, zoals veel mensen zeggen, een tweede thuis. Werner, dat ziet er veelbelovend uit, maar ik ben wel benieuwd naar hun verkeerskennis. Ja, absoluut, Sophie. Ik ook. En die verkeerskennis die testen we met de truckersquiz. We gaan even kijken. Goedemiddag iedereen. Zo net hebben jullie de praktische proeven gedaan. We gaan nu even kijken hoe het zit met jullie verkeerskennis. We gaan de truckersquiz spelen. Mag een te lange en ondeelbare lading maximaal uit. Mag je links inhalen of een rondom met de vrachtwagen? Oké, we hebben de quiz nu gespeeld. Nu gaan we even kijken wat jullie antwoorden zijn. Hoe ver mag een te lange en ondeelbare lading maximaal uitsteken achteraan zonder verplichte signalisatie? Antwoord A, 1 meter. Okay. En als hem langer is dan 1 meter, dan moet je een rood-wit reflecterend bord hebben en bijkomende lichten. Oké, dat is een prima antwoord. En als er verlichting verplicht is, dan moet dat achteraan een rood licht zijn en langs de zijkant van de lading moeten er dan oranje-gele reflectoren zijn. We gaan over naar de volgende vraag. Mag je tijdens het rijden je smartphone als GPS gebruiken? Ja, als ik voor vertrek de GSM in een geschikte houder zet en hem niet aanraak tijdens het rijden, tot je stilstaat. Ja, dat is een prima antwoord. Je mag de smartphone inderdaad niet vasthouden tijdens het rijden. Als tip geven we nog mee dat alles wat je nodig hebt, dat je dat vooraf instelt, bijvoorbeeld navigatie en muziek. En dat je dan de smartphone op niet storen zet, zo word je niet gestoord tijdens het rijden. Mag je links inhalen op een rotonde met je vrachtwagen? B, omdat je mag inhalen zolang dat het rotonde breed genoeg is en je geen andere bestuurders in gevaar brengt of hindert. Dat is inderdaad een heel juist antwoord. En als je dan de rotonde wil verlaten, moet je natuurlijk opnieuw rechts gaan rijden. Vierde vraag. Ik rijd met mijn vrachtwagen in een file die net tot stilstand is gekomen. Mag ik aansluiten bij de wagen voor mij? Ja, C. Nee. Omdat als er dan toch een voetganger moet aankomen, dan kan die niet oversteken als jij op het zebrapad staat. Ja, dat is een heel juist antwoord. Je mag als bestuurder geen zebrapad oprijden als je daar waarschijnlijk op zal moeten stoppen. Werner, een heel interessante quiz. Kunnen de mensen dit thuis ook spelen? Ja, absoluut, Sophie. Je kunt de quiz ook thuis spelen. Dat kan op truckersquiz.be en dat kan nog tot eind juni. Je kan Kijk Uit ook volgen op deze sociale media.